geen stoom uit de schoorsteen van stoomgemaal De Tuut in Appeltern dit jaar. Een ooievaars-echtpaar heeft de schoorsteen uitgekozen om maar hun nest te bouwen. En dat betekent wachten op de mogelijke geboorte en het uitvliegen van de jongen. Tot die tijd is de schoorsteen buiten gebruik voor het stoomgemaal. Geen stoom uit de schoorsteen tijdens de stoomdagen. Voor de medewerkers en bestuur een grote teleurstelling. Dus dit jaar hebben we geen stoomweekenden met stoom. Ja, we zijn een beetje gehandicapt dit jaar omdat een echtpaar ooievaars heeft gekozen voor de schoorsteen van De Tuut. En dat betekent voor De Tuut dat het hele jaarprogramma niet op de gewenste wijze door kan gaan. Want wij hebben 5 stoomweekenden dit jaar gepland. En dan willen wij dus echt stoken, want dat maakt het ook juist zo aantrekkelijk dat je het zweet van de mensen die stoken en het vuur ziet en de kolen en dat de machines draaien, dat met de herrie, met het geluid dat je dat voortbrengt, dat is het extra aantrekkelijke van het stoomgemaal en dat moeten we dit jaar dus missen. De verwachting is dat in augustus de ooievaarsjongen geboren gaan worden en daarna gaan uitvliegen. Daarna zal de schoorsteen vrij zijn. Ja, dat is ongewis. Want kijk, als die uitgevlogen is, dan zit er nog het nest. En je hebt een zorgplicht als eigenaar van het stoomgemaal. Ook voor de ooievaars, dat is het bijzondere. Dat betekent dat wij het nest niet kunnen verplaatsen. Dan moeten wij dus eerst ontheffing aanvragen. Dat zal bij de provincie moeten. Daar zijn we nou mee bezig om het uit te zoeken wat er nou precies komt kijken. Wij moeten ontheffing vragen om het nest te kunnen verplaatsen. En dat betekent dat wij een voorziening moeten aanleggen waar het nest naartoe kan. En daar hebben we plannen voor, want we hebben hier natuurlijk een prachtige parkeerplaats. En we willen daar dan een plek creëren voor het nest. En dat die dan volgend jaar uitgenodigd wordt om daar te gaan nesten in plaats van op de schoorsteen. Voor de reeds geplande stoomweekenden wordt het programma aangepast. We hebben de weekenden zijn wel gepland en blijven ook gewoon staan. Maar dan moeten we een alternatief programma aanbieden. En dat doen we ook. Die mensen die dus door de week binnenkomen, maar ook dus nou het komend weekend, die gaan met iPads door het stoomgemaal en die hebben een beleving als ware het feit dat het stoomgemaal in bedrijf was.